Je voelt het aan alles, je wil iets anders in je loopbaan, maar ja, wat is dat dan? Dat kan iets heel groot zijn, je wil echt een andere baan, een ander werkgebied. Maar het kan ook iets heel kleins zijn, dat je met een kleine aanpassing alweer tevreden bent met je werk. Maar ja, wat gebeurt er als je met zo'n vraagstuk zit? Je gaat piekeren. Nadenken en nog meer nadenken en eigenlijk draai je jezelf alleen maar verder vast. Wordt het groter en groter en dan schuif je het weer opzij. En dan komt het weer terug, maar oplossen, ja, dat lukt dan eigenlijk niet. Want dat denken, dat lost het niet op. Wat wel heel erg kan helpen, is schrijven over waar je mee zit en wat je wil. Nou, dat gaan we doen in de cursus Ik wil iets anders in mijn loopbaan. Maar wat? Want door te schrijven, door reflectief te schrijven, ga je uit je hoofd en haal je eigenlijk je eigen wijsheid naar boven. Dus op die manier ben je je eigen coach. Want je weet het ergens diep van binnen wel. Maar door al dat denken kom je er niet meer bij. En schrijven zorgt ervoor dat je daar wel weer bij komt. Dus ik geef je allerlei creatieve schrijfopdrachten rondom thema's als waar ben ik goed in? Waar haal ik mijn plezier uit? Wat houdt me tegen? Dus wat zijn mijn beren op de weg? Die is ook altijd interessant. En zo gaan we 5 bijeenkomsten met elkaar schrijven, uitwisselen en elkaar een stap verder helpen. En aan het einde van deze bijeenkomsten weet je wat de volgende stap is die je wil zetten. En of dat nou iets heel groots is, dus dat je echt je wil oriënteren op een andere baan. Of juist iets heel kleins, het is allemaal oké wat eruit komt. Maar ik garandeer je, je komt sowieso een stap verder en het zet de boel lekker in beweging, dat schrijven. Ik hoop je te zien, je bent hartstikke welkom. Heb je nog een vraag, mail me vooral op info@judithcoach.nl. Ik beantwoord ze graag en hopelijk tot bij de cursus.